Hoe geef je iemand een compleet nieuw gezicht? Dit is de Universiteit van Nederland. In 1997 kwam de film Face Off uit. En dat is een film waarin John Travolta en Nicolas Cage wisselen van gezicht. Mooie film, maar het werd natuurlijk als iets totaal onmogelijks en futuristisch weggezet om even een nieuw gezicht aan te nemen van een ander. 1997 was dat. 2005 komt de eerstvolgende dame in het nieuws, omdat zij de eerste aangezichtstransplantatie heeft gekregen in Parijs. Beetje naar een foto om naar te kijken. Maar wat je ziet bij deze dame is dat er in het middendeel van haar gezicht belangrijke structuren ontbreken. Dat is de neus en dat zijn er boven de onderlip. Dus eigenlijk de hele mondregio is weg. Als je dit nou als plastisch chirurg zonder aangezichtstransplantatie techniek zou moeten oplossen, wat denk je dat het moeilijkste is? De neus of de mond? Kleine stemming. Steek je vinger op als je denkt dat de neus het allermoeilijkste is voor ons om na te maken. Half vuurtje. En wie denkt dat de mond het moeilijkste is? Ja, heel goed. De mond is veel moeilijker. Die neus is vrij statisch. Als er maar doorgankelijkheid is, dan functioneert hij eigenlijk wel. Maar lippen is extreem moeilijk. Die hebben heel veel functies. Die moeten kunnen praten, slikken. Voelen, want je moet voelen of iets niet te heet is of niet te koud. Dus je hebt heel veel functies. Je mond moet helemaal open kunnen, je moet helemaal kunnen sluiten. Nou, maak dat maar eens na. Bijna niet mogelijk, want je hebt niks op je lijf wat erop lijkt wat je kan gebruiken voor die functie. Dus dat voor deze dame een oplossing nodig was, dat is duidelijk. Nou, er was natuurlijk al heel lang gezocht naar de mogelijkheden van een aangezichtstransplantatie. En zoals het vroeger misschien kon, dat je meteen op mensen iets ging uitproberen, dat kunnen we tegenwoordig echt niet meer maken. Dus we zijn gestart met diermodellen. En dit is met name het werk wat in Amerika is gedaan door dokter Simeonov. En die heeft uitgeprobeerd of je van een bruine rat een huidtransplantatie, een gezichtstransplantatie kan doen naar de witte rat. En wat gebeurt er dan? Waarom gaat het mis? Hoe moet je het technisch aanpakken? Heeft ze uitgebreide studies nagedaan. Maar het bleef tot op dat moment nog bij de rat. Dus toen in 2005 werd deze dame gedaan in Frankrijk. En wat je ziet op dit resultaat van haar is in het midden het korte termijn effect. Waarbij je nog heel duidelijk ziet dat het niet optimaal is. En de foto aan de rechterkant, daar zie je hoe het al heel veel beter eruit ziet. Nou, wat maakt nou dat er zoveel tijd nodig is om dit resultaat te bereiken? Dat is de zenuwen. Kijk, wat je bij die operatie moet doen, niet alleen de bloedvaten aansluiten, dat die huid en spieren weer door bloed raken, maar je moet ook zenuwen herstellen. Want die spieren moeten weer gaan functioneren. Die belangrijke lipspieren, die weer moeten kunnen samentrekken, dat moet van je zenuwen uitkomen. En dat is niet een kwestie van hechten en hij doet het, zoals bij een bloedvat, maar die moet langzaam uitgroeien. En dat doet hij met een millimeter per dag. Dus het gaat maar heel traag, vandaar dat dat tijd nodig heeft. Nou, een mooi resultaat, dat is natuurlijk een heel knap. Maar als je nou bedenkt 2005, als je dat afzet tegen de eerste niertransplantatie die gedaan werd in 1954, waarom zit er dan zo lang tijd tussen het doen van een transplantatie van een nier en dat van een gezicht? Nou, het verschil daartussen is de mate van afweer. Als jij huid van een ander krijgt, dan zal jouw afweersysteem daar veel harder tegenaan gaan werken om het af te stoten. Veel meer dan het doet bij een hart of een long of een ander orgaan. Dus de belangrijkste ontwikkeling om een gezichtstransplantatie mogelijk te maken, zit niet zozeer in de technische vaardigheid om het te doen, maar veel meer in de ontwikkeling van goede medicijnen die jouw afweer kunnen onderdrukken. Nou, die medicatie is niet onschuldig. Dat is medicatie die zorgt voor twee problemen. Hij onderdrukt je afweer, dus als je een infectie krijgt, dan wordt die heel heftig. Een ander nadeel is dat op termijn je daar een hoger risico van kanker op krijgt. Als jij een nieuw hart nodig hebt, dan heb jij niet veel keus. Dan neem je dit voor lief, dit soort risico's. Maar doe je dat voor een gezicht?
Die ontwikkeling is heel belangrijk. Ik denk dat daar ook nog wel meer ontwikkelingen in zal komen, dat die medicatie nog beter zal worden. Maar elk voordeel heeft een nadeel en elk nadeel heeft een voordeel. Deze medicatie die bleek bij toeval ervoor te zorgen dat die zenuwdoorgroei, die je zo nodig hebt, beter verloopt dan zonder die medicatie. Dus ook dat bracht toch wel weer iets goeds. Nou, inmiddels zijn er al 35 van dit soort aangezichtstransplantaties gedaan. Dus in zeg maar de laatste 10 jaar. Is eigenlijk nog niet zo heel veel. Maar dat geeft al aan dat het voor een hele selectieve groep patiënten eigenlijk maar geschikt is. De laatste heeft weer veel aandacht getrokken. De laatste die is gedaan. En dat was een brandweerman uit Amerika. En Amerikanen weten het gewoon ook altijd beter te brengen, te verkopen. En dat is een wezenlijk verschil met als je kijkt hoe we dat in Europa hebben aangepakt. Daar wordt heel mondjesmaat gesproken over wat de patiënt is overkomen. We zeggen al helemaal liever niets over wie de donor was. Nou, niets is minder waar in Amerika. Meteen vol op het nieuws. Deze brandweerman die was bezig met zijn werk. Brandend huis, extreme verbranding. Nou, natuurlijk ook dramatisch. Maar je krijgt meteen de volgende foto erbij van de donor. Jonge, mooie man, bruisend in zijn leven, dramatisch ongeval waardoor hij overlijdt. De families komen meteen met elkaar in contact. Wezenlijk anders dan hoe wij met dit soort situaties omgaan. Wat goed is om te beseffen, is als jij een transplantaat krijgt van een gezicht van een ander, dan word jij dus een mix. Je bent een beetje van jezelf, maar je wordt ook een beetje van die ander. Je komt daartussenin te zitten. Een groot deel van je gezicht wordt bepaald door je botstructuur, je skelet. En dat blijft over het grootste deel wel van jouzelf. Maar de huid, de neusvorm, het kraakbeen, de vorm van je mond, al dat soort structuren, die krijg je van die donor. En jij wordt dus een tussenpersoon. En als jij in de spiegel kijkt, moet jij dus ineens wennen aan een hele nieuwe identiteit die jij krijgt. Dat is een belangrijk aspect van deze chirurgie. Bij dit filmpje kun je mooi zien hoe dat gaat. Dus bij de donor wordt de hele behaarde hoofdhuid afgehaald, huid van je gezicht, inclusief dus al je spieren waarmee je mimiek maakt. En wat je mooi op dit plaatje ziet, is dat je de arterie meeneemt, de slagader hier in het rood, en de aders in het blauw, dus voor de toevoer en de afvoer van het bloed. En in het geel zijn al die belangrijke zenuwen aangegeven. Dus al die spieren in je gezicht waarmee je zoveel uitdrukking geeft aansturen. Wat zij tevens meenemen zijn kleine stukjes bot. En dat zijn de stukjes bot waar bijvoorbeeld je oogleden vastzitten aan je botstructuur. Dus als je dat meeneemt, krijg je een veel betere definitie van dat soort contouren in je gezicht. Dus al die onderdelen worden meegenomen. Als laatste neem je dus ook de bloedvaten door. Dan moet je beseffen, het is natuurlijk een patiënt die al overleden is. Dus je hebt een beetje haast. Want dat is niet meer doorbloed, dit weefsel. En over het algemeen is het zo dat spierweefsel het slechtste tegen gebrek aan zuurstof kan. En daar ongeveer 8 uur tegen bestand is, als je het goed koelt. Dus je hebt relatief wel wat haast. Dan ga je naar de donor. Dat is de volgende animatie. Daar sluit je de bloedvaten in de hals weer aan. En die zorgen dus dat op dat moment het hele gezicht weer doorbloed raakt. Vervolgens moet je al die zenuwbaantjes aansluiten. En dat is niet zomaar even één zenuwtje. Je moet al die verschillende zenuwbanen die al die verschillende spieren van je gezicht aansturen, die moet jij herstellen. Nou, hier bij de laatste opnames zie je hoe dat weer helemaal teruggeklapt wordt en de patiënt dus echt zijn nieuwe gezicht heeft. Nou, mooi filmpje aan het laatste einde nog om te zien van hoe dat nou gaat, die herstel van die doorbloeding. Dus je hebt die bloedvaten allemaal aan elkaar gezet onder de microscoop. En als laatste haal je de klemmetjes eraf. Hier zie je hoe dat eruit ziet als je onder een microscoop opereert. En als je dan die klemmetjes eraf haalt, dan kan dus weer het bloed wat door het hart wordt rondgepompt, gaat weer naar het gezicht. En hier zie je dat het gezicht nog heel wit is van kleur. Hè? Er zit geen bloed in. Klemmetjes eraf en pas je ziet hem weer meteen de kleur pakken en vulling hebben. Heel mooi resultaat, maar van die 35 aangezichtstransplantaties die er grofweg zijn gedaan over de wereld, zijn 5 mensen overleden. Dat zijn met name mensen geweest die brandwonden hebben gehad. En dat is omdat je in die periode van je brandwond heel veel infecties oploopt.
En als jij dan afweerremmende medicatie krijgt, kan dat allemaal weer gaan opvlammen en volledig uit de hand lopen. Er is één man in Parijs, dokter Lancieri, die heeft de meeste gedaan. Die doet het op de mooiste manier, vind ik. En van hem wil ik ook een patiënt laten zien die hij heeft geopereerd. Dat is nummer 2 in de wereld die toen is gedaan. Zo'n man die heeft de aandoening neurofibromatose. En dat wil zeggen dat je een ziekte hebt waarbij de uiteinden van al je zenuwbaantjes, alle kleine zenuwtakjes in je gezicht, dat die uitgroeien naar gezwellen. En die huid gaat hangen, hangen, hangen. En wat je ook opereert, die ziekte zit in je erfelijk materiaal, die krijg je niet genezen. Dus elke keer komt die ziekte weer terug. En op het eerste filmpje wat we laten zien, zie je hoe deze man met zijn zus door Parijs loopt, kerstavond. Hier zie je hoe die ziekte eruit ziet, hoe misvormend het is. Deze man is accountant van beroep, schrijft sollicitatiebrieven, mag altijd op gesprek komen tot hij binnenkomt. Want je wordt gewoon afgerekend op je gezicht. Elke dag op straat lopen is nagekeken worden, nagewezen worden. Altijd, elke dag weer. En deze man is dus in aanmerking gekomen voor een gelaatstransplantatie door dokter Lancieri. En het mooie is dat hij op hetzelfde moment, kerstavond, een jaar later, volgend op die operatie, hetzelfde filmpje heeft opgenomen. En dit is eigenlijk precies wat het illustreert, wat dat nou met je doet. Je wordt niet make me beautiful-achtige, fantastische schoonheid, maar je wordt normaal. Je kan opgaan in de massa, niemand kijkt je meer aan, wijst je na, die man krijgt een baan en kan gewoon weer functioneren. En daar gaat het om. Nou, dokter Lancieri die heeft eigenlijk het beste programma wat er bestaat voor aangezichtstransplantaties. Want het is niet iets wat je zomaar eventjes aan de gemiddelde patiënt vraagt of de nabestaande van, zou u bereid zijn om het gezicht van uw geliefde af te staan voor donatie? Het gevaar wat daarin schuilt, als je zo'n vraag zou stellen, is dat mensen helemaal afschrikken en ook geen nier of hart meer zouden willen laten doneren. Dus wat hij doet, hij laat het mooi opbouwen. Degene die de donatieprocedure afhandelt, vraagt of iemand een hart, een nier en dergelijke wil afstaan. En pas als mensen bij elke stap ja blijven zeggen, zal hij als laatste vragen, en is het ook een optie om een gezichtstransplantatie af te staan. Op die manier zorgt hij ervoor dat er geen organen ten koste niet meer afgestaan worden. Een ander heel belangrijk ding is dat hij een hele goede nazorg heeft. Dus hij blijft heel goed voor die patiënt zorgen. En dat is maar heel duidelijk te illustreren als je ziet dat een van die aangezichtstransplantaties in China is gedaan. Daar gaat het wat anders aan toe. Als jij ter dood veroordeeld bent, dan ben je daarmee van de staat. En dus ook je organen, je gezicht, wat dan ook. Dus dat kunnen ze gewoon gebruiken. En een van de eerste die daar is gedaan met een facial transplant, ging na afloop terug naar zijn dorp, hoog in de bergen. Geen medicatie, geen nazorg en is dus gewoon overleden aan alle gevolgen daarvan. Het is dus nog steeds work in progress. Het is geen gelopen race. Het is voor een klein deel van de patiënten een fantastische oplossing. En die geven echt een nieuw gezicht hiermee. Maar we hebben nog heel vaak andere oplossingen nodig. Het filmpje toont aan hoe belangrijk je uiterlijk is om gewoon normaal te kunnen functioneren. En dat gaat in het volgende college ook aangetoond worden. Hoe belangrijk het is, je uiterlijk. En hoe we dat kunnen bereiken door botten, bijvoorbeeld van je gezicht, weer te laten groeien.